Beste mensen, vrienden in Nijmegen en Albany. Met deze videogroet benadrukken we de vriendschap tussen Nijmegen en Albany, de hoofdstad van de staat New York. In Albany waren de voorbereidingen voor het jaarlijkse Tulip Festival in volle gang. En wij zullen horen van onze burgemeester Bruls dat hij een bezoek gepland had. In Nijmegen hadden wij een mooie openingsceremonie gepland voor ons eerste oranje tulpenbed. Door de coronacrisis gaat dat helaas allemaal niet door. Maar vriendschap bestaat immers door dik en dun, dus ook nu. Deze video groet bevestigt onze vriendschap. Weliswaar op een andere manier dan eerder gehoopt, maar ook daar zal onze ruim 70-jarige vriendschap wel tegen bestand zijn. Dit keer hebben we contact dankzij moderne media. We gaan videobellen. We gaan luisteren naar de videogroet van burgemeester Bruls van Nijmegen. Beste collega's van Albany en beste mensen van Albany. Het zijn wel bijzondere tijden waardoor we verenigd worden. Wie had ooit gedacht dat een virus over de hele wereld zou gaan en ons zou verenigen? Tijden die van heel lang geleden zijn. En we zijn dus hier in Nijmegen heel erg bewust dat in Albany en de staat New York jullie bijzonder getroffen zijn, bijzonder hard getroffen zijn door het virus. En in onze gedachten zijn we bij jullie en iedereen die persoonlijk ook getroffen is door het virus. Ik had dit jaar graag naar het Tulip Festival willen komen. Ja, dat gaat natuurlijk niet door, zoals een heleboel dingen niet door kunnen gaan. Maar een goed gezegd hier is van wat het vat zit, verzuurt niet. Dus wellicht dat volgend jaar het wel mogelijk is. En als algemeenheid spreekt de wens uit dat we elkaar in betere tijden weer letterlijk de hand kunnen schudden. En in de tussentijd, let op elkaar. We houden contact via allerlei middelen. En hopelijk tot ziens. Hartelijk dank voor uw warme woorden, burgemeester Bruls. Oranje tulpen symboliseren de vriendschap tussen Albany en Nijmegen. Vorige winter hebben Annemarie Kobussen en Lidie Groenen van de gemeente Nijmegen gezorgd dat we nu prachtige oranje tulpen hebben aan de Waalkade in Nijmegen. Laten we gaan kijken. Het initiatief wat op mijn wijkplan is geplaatst is het realiseren van een tulpenbed. Het verhaal achter het initiatief van Stichting Van is een mooi verhaal waar mijn hart ook gelijk sneller van ging kloppen. Om de vriendschap tussen Nijmegen en Albany ook hier te verbeelden in Nijmegen. We zijn met elkaar gaan kijken wat een mooie locatie is. En uiteindelijk zijn we terechtgekomen op de Waalkade. Er is specifiek gekozen voor tulpen om juist die verbinding met het Tulpenfestival in Albany te maken. Het Tulpenfestival in Albany. Een prachtig stukje gedeelde geschiedenis. De stad Albany, met Nederlandse wortels, koos een stadsbloem, de tulp. En koningin Wilhelmina werd hierbij om advies gevraagd. En de Nijmeegse burgemeester Hustings was ook betrokken. Men koos de Orange Wonder tulp. In 1948 stuurde Wilhelmina 2000 bollen van die Orange Wonder naar Albany. En het was de start van het tulpfestival. Jessica Morgan en Jena Kammervoort, de City Gardeners in Albany, vertellen hierover. Today is a very special edition. We're going to talk about Nijmegen, our sister city in the Netherlands. Here you will see a beautiful plaque in front of one of our gardens that the Washington Park Conservancy has donated. It gives you all the information about after World War II, when the city of Albany sent 300 tons of supplies to help Nijmegen rebuild. The following year, we adopted officially the city of Nijmegen as our sister city, and we also inducted our very first tulip fest. So all of this has been built because of our status with Nijmegen. So thank you, Nijmegen. We really appreciate it. We love our tulips here. Die stadsbloem, de Orange Wonder, heeft helaas de tand destijds niet doorstaan. Maar daar is van alles op gevonden. We gaan kijken. What we have done is we chose a very specific variety that mimics our city tulip, the Orange Wonder, that we can no longer get, and we planted them here in Washington Park. We did 3,000 orange balloons. All right, come on, let's go check it out. So here we are, you're standing in front of the orange balloon bed.
We've planted over 3,000 just in this bed, and they're circled by grape hyacinths, also known as muscari. We gaan even naar Lidie Groene in Nijmegen. Zij heeft gezorgd dat je nu de tulpen aan de Nijmeegse kade ziet. En zelfs vanaf de overkant van de Waal zie je de oranje tulpen bloeien. We hebben gekozen voor verschillende soorten oranje bloeiende tulpen, zodat er zo lang mogelijk oranje tulpen bloeien op de rotonde. Waaronder een hele speciale tulp, dat is de Orange Balloon. Die hebben we nog extra uitgelicht door in een schaal bij de plaketten te zetten. Deze tulp die bloeit op dit moment, of die groeit op dit moment ook in Albany en die zal binnenkort gaan bloeien. En dan Les Best, de burgemeester van Albany, New York, heeft ook een boodschap voor u en allen. Mayor Kathy Sheehan groet ons vanuit een koud Washington Park in Albany. Hallo burgemeester Sheehan, een hartelijke tulpengroet uit Nijmegen. Hello, I want to bring greetings from Albany, New York to Mayor Bruhls and all of our friends in Nijmegen. We had hoped to be able to share our Tulip Festival again with our sister city in Nijmegen and to share our beautiful traditions together. And unfortunately, because of the coronavirus outbreak that I know is impacting your country as well as our country, we can't be together this year. But we are thinking of you, and as our tulips bloom, it's been cold here, so they aren't blooming yet, but as our tulips bloom, we will send you videos and we will post pictures and we will be thinking of those days ahead when we can be together again. Dank u wel, Mayor Sheehan. Wij wensen onze sister city veel gezondheid toe en we kijken uit naar het moment dat we elkaar weer real life mogen zien.